Ga zitten. Ik heb alleen weinig tijd. Ik moet nog naar een patiënt. Over 5 minuten. Naar welke patiënt moet je eigenlijk? Mevrouw Brahma? Och, Roos, vervelend. Ik heb je toch al gezegd dat ik jou geen verantwoording moet afleggen. Kom op. Hartelijk gefeliciteerd. Je wordt vader. Hè? Godverdomme, Roos. Nee, ik niet. Ook Mathilde niet. Het is je nieuwe liefje. Alleen, ze kon het zelf niet zeggen, want ze ligt in coma. Mevrouw Brahma? Ja, die je toch altijd zo graag controleert. Zoals je dat zo noemt. Mijn god, je bent niet goed geworden. Ik ben wel goed geworden. Ik lig niet op een bewusteloze vrouw, ja? Dat neem je godverdomme dat terug! Dat neem ik dus niet terug! Jij moet maar eens in de gaten hebben, ja? Wat je allemaal aanricht. Ik heb niets aangericht. Ik heb echt niets gedaan. Dat mens is geen eens zwanger. Ze is wel zwanger. Oh ja? En waarom staat dat dan niet in haar status? Omdat we eerst willen weten wie de dader is. Ja. En dat menen jullie nu te weten. Nou, kom op. Zijn de bewijzen? Kan ik beter aan jou vragen? Waar zijn de bewijzen? Jij bent niet goed. Echt niet goed. Hé, doe jij mee aan de hysterie hier? Peer, ze is zwanger. Roos, je bent een spel aan het spelen dat heel erg uit de hand aan het lopen is. Nou, wat zei ik je? Hij nakt zichzelf er weer onderuit. Met die valse smoesjes van hem. Nou, ik ga. Kom, we gaan. Hé. Jij gelooft haar toch niet. Hoe kom jij hier? Naar binnen snel. Dus jij was met Daniël en die boze meneer op het dak? Ja. Kijk eens. Zo, alsjeblieft. En dat is die meneer waar mama zo'n hekel aan heeft? Ja. Kijk, wil je nou deze? Alsjeblieft. En toen, wat gebeurde er toen? Daniël was boos op die meneer. Daniël werd boos op die meneer. Wat deden ze dan? Gingen vechten. Kijk eens. Dus Daniël en die meneer die gingen vechten. En wat gebeurde er toen? Hij viel. En hoe kwam dat dan dat hij viel? Daniël duwde hem. Daniël duwde die meneer. Wat stikke goed, Guusje. Deze ook nog. Nou, dat was best een leuk spelletje, hè? Helemaal niks tegen mama zeggen, hoor. Het moet wel een verrassing blijven. Hoi. Hey. Zeg het. Goed. Oh, daar heb ik veel te lang op gewacht. En? Heb je nagedacht? Ja, maar ik vind het wel heel erg moeilijk, hoor. Je hoeft toch alleen maar ja te zeggen? Jawel. Nou, het is niet dat ik niet met je wil trouwen, maar... Maar? Maar niks eigenlijk. Ik hou van je zonder voorbehoud. Zonder voorbehoud? Ja. Ik hou van je en ik wil heel graag met je trouwen. Ik ga slapen, jij ook? Ja, lekker slapen en dan dromen over Daniël. Vannacht heeft hij mij ongeveer 6 keer van dit parkeergarage afgeduwd. Mag ik nog een dubbele whisky? Nieuwe dromen, nieuwe kansen, hè? Ja, alleen in mijn dromen, ja. Ach, je gaat me toch niet vertellen dat je serieus bang bent voor die Daniël? Dat geitenwolle wattenbolletje?
Als ik mijn vader moet geloven, kun je eerder spreken van een rankeneuze gek. Ja, natuurlijk is Daniel boos. Dat had je wel kunnen verwachten. Ja, maar daarmee is mijn probleem toch niet opgelost? Je moet je vijand altijd één stap voor blijven. Dus jij moet naar hem toe gaan. Hallo Daniel, hoe is het? Leuk dat je terug bent. Je zult inmiddels wel gehoord hebben dat ik ook nog geprobeerd heb Variety kapot te maken nadat ik jou het land heb uitgejaagd. Nee. Hallo Daniel, wat leuk dat je terug bent, want we moeten nodig het een en ander rechtzetten. Het is namelijk nooit mijn bedoeling geweest dat het allemaal zo uit de hand zou lopen. En dan valt hij mij snikkend in de armen. Je kunt het nu allemaal wel belachelijk gaan maken, maar het is veel slimmer om ervoor te zorgen dat Daniel nog enig ontzag voor je heeft. Daar is het nu wel een beetje te laat voor. Helemaal niet. Dat dwing je af door naar hem toe te gaan. Als je hier een beetje snikkend gaat zitten afwachten, dan beken je schuld. Alsof het nog nodig is om schuld te bekennen. Je kunt het ook omdraaien. Ten slotte is Daniel degene geweest die dit allemaal in werking heeft gezet. Als hij jou niet had gedwarsboomd bij Variety, dan was het allemaal niet gebeurd. Ik vond het leuk dat je er was. Ik ook. Godverdomme, stelletje, stiekem! Rustig jij! Dit was niet de bedoeling. Oh, jullie botsten zomaar tegen elkaar op en trokken vaker? Hou toch op. Nee, dat bedoel ik niet. We wilden alleen dat je er op een andere manier achter zou komen. Fout! Jullie wilden dat ik er nooit achter zou komen. Je woont hier niet alleen. Wat denk je eigenlijk wel dat je hier mensen die ik heb uitgenodigd eruit kunt zetten? Ben je helemaal gek geworden? Ik zet hier helemaal niemand het huis uit. Ik vraag haar alleen vriendelijk of ze wil vertrekken. Namens Sylvia. Mijn moeder. Einar. Waar blijf je nou, man? We zitten de hele tijd op je te wachten. We zouden toch de stad ingaan? Ja, ik kom eraan. Even iets pakken. Je hebt toch helemaal niks nodig? Je hebt alleen geld nodig. Heb je dat bij? Ja, tuurlijk. Nou, come on dan. Let's go. Hey, wees blij dat je eindelijk je moerstaal eens kan spreken. Mart, zegt die naam Linda jou iets? Linda? Nee. Ja, wel dan? Nee, maar ik dacht misschien heb jij het wel eens over een Linda gehad. Die naam komt me zo bekend voor. Nee, ik krijg geen Linda. Maar ik weet wel dat er een stad vol met Linda's, Liesjes en Leontientjes op ons zit te wachten. En als jij niet meegaat, zijn ze allemaal voor mij. Gelijk. Kan ik die dames niet echt aandoen. Hoe haal jij het in je hoofd om Max Lübeck als klant bij ons weg te halen? Hoezo weghalen? Ik heb hem gewoon een voorstel gedaan. Blij te horen dat hij voor Hollywood kiest, dat wist ik namelijk nog niet. Nee, dat zal wel. Dan ga jij Max maar vijf vertellen dat Hollywood ervan afziet, anders kom jij in grote problemen. Ik zou niet weten waarom. Dan ben jij knap achterlijk. Of was jij soms vergeten dat je een concurrentiebeding had ondertekend? Nee, maar dat is toch niet in de orde? Dat heb ik je al uitgelegd. Ik ben heel benieuwd of de rechter daar ook zo over denkt. Als jij zo stom bent om een rechtszaak aan te spannen, dan krijg jij niet alleen met mij te maken, maar ook met Jeff. Hij is namelijk de eigenaar van Hollywood en niet ik.